net debat geweest bij SBS. We gaan even een kort rondje langs de velden maken. Kleine update hoe het er hier en daar mee staat. Want er zijn dus geen debatten in de Tweede Kamer. Ze zijn allemaal op tv. Waar is Dylan? Geert leek mij wel de winnaar van het debat. Gaat lekker, hè? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ja, leuk debat. En überhaupt met de peilingen en zo. Wat heb ik? Gaat het lekker, hè? Wat zeg je? Dat het lekker gaat. Ja, het gaat lekker. Gaat lekker, hè? De peilingen en zo. 25 tot 29 zetels. Mis een beetje Timmermans effect. Het blijft nog uit. Ja, we komen eraan. Ik ben van de eindsprint. Dat zou je gaan zien de komende dagen. Die Timmermans. Valt tegen, hè? Ik had er meer van verwacht. Ik denk, die sloopt die VVD helemaal. Nou, in die zin voldoet de Partij van de Arbeid en GroenLinks wel aan mijn verwachtingen van dat ze het hele land slopen met hun belastingen. Nou, daar kunnen jullie ook wat van. Hij was zondag niet bij het debat. Hij ging naar Malaga. Hij maakt, of het nou over kernenergie gaat of over anders, hij maakt fouten. Dus ja, hij zit niet lekker in zijn vel. Dat is niet leuk voor hem, maar wel heel erg mooi voor Nederland. Het is allemaal een beetje slapjes. Allemaal heel vriendelijk naar elkaar. Wacht maar af. Gaat Dylan aanpakken, neem ik aan. Wacht maar af. Deze zet ze gewoon vandaag in de Telegraaf. Klaar met de oude politiek. Ja, dat vind ik wel heel. Dat is wel lef. Ja. Vond je mezelf heel grappig? Heb je mezelf verzonnen? Of snap je de ironie er ook niet van? De oude politiek is politici die de hele dag met zichzelf bezig zijn met in een stoel belanden, in die stoel blijven. Daar heb ik nooit aan meegedaan, dat ga ik ook niet doen. Aan de ene kant grote ergernis, aan de andere kant ook wel een glimlach dat ze het lef hebben. En ik hoop dat mensen er niet in trappen, ze zijn verantwoordelijk voor al die ellende hier. Maar ja, uiteindelijk voeren zij hun campagne en voer ik de mijne. Ik vind het gewoon een goede tekst. Je vindt een goede tekst? Het gaat. Het was niet een schrapje bedoeld. Het gaat over het oplossen van de problemen. En oude politiek is met jezelf bezig zijn. En dat ga ik echt niet doen. Dat 12 jaar VVD dus is geweest. Nou, dat zijn wel meer partijen. Maar met de oude politiek. Nou, degene die daar 13 jaar zat, kwam terecht van de VVD. En daar is het allemaal best wel onder misgegaan. Dit is een beetje de staat van Nederland, de erfenis van Rutte, wat je vanavond ziet. Iemand die zei, ik heb geen woning meer. Iemand die zei, mijn ziekenhuis gaat dicht. Iemand die zei, ik heb last van mijn tanden en ik kan de tandarts niet betalen. En iemand die zei, het eigen risico lukt me niet en ik zit bij de voedselbank. Dat is ongeveer wat er nu op het spel staat. Wat de erfenis is van de partij van mevrouw Jisselgus. Dus dat staat woensdag op het spel. Zeg, ik vind het knap. Kom maar met je sneer. Nou, nee, niet meer sneer. Maar ja, goed, 12 jaar wanbeleid, Nederland in de armoede en al. En niemand neemt het jullie kwalijk. Is dat jouw verdienste? Ik ben eerlijk over de afgelopen 12, 13 jaar. Dingen zijn goed gegaan, ben ik trots op. En dingen zijn slecht gegaan en daar kijk ik naar, daar leer ik van. Ze zouden toch wel netjes kunnen zeggen tegen het Nederlanders, sorry. Maar we hebben natuurlijk heel vaak beloftes gehoord van jullie. Die niet waargemaakt zijn over migratie en dergelijke. Waarom moeten we je nu wel geloven? Neem migratie, neem de Turkije-deal. Dat is een VVD. Dat wordt altijd gezegd. Ja, maar weet je waarom? In die jaren dat we dat voor elkaar kregen voor heel Europa, kwam er 95% van de mensen die we hadden verwacht in de prognoses minder. Dus het werkt. Zo hebben we een heleboel dingen wel bereikt. Mag ik straks een keer in het torentje langskomen? Het moet wel wat harder richting Dylan. Want ik. Dat is wat dan de komende week gaat gebeuren. Dat is de enige mogelijkheid nog. We zijn er wel duidelijk geweest vanavond, of niet? Ik vond het nog niet hard. Oh, oké. Okay. Ik verwacht van een PvdA nog een dolk in de rug. Dat... Nee, dat doen we niet. Hard, maar eerlijk. Dat doen we niet. Het eerlijke verhaal slaat nog niet helemaal aan. Was je nog nooit geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Ben je er echt nog nooit geweest? Nee, dus... Waar mijn werkkamer ook zit, en ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur voor de Tweede Kamer heb. Je bent altijd welkom. En jou kennend, ook als ik zou zeggen dat je niet welkom bent, kom je alsnog langs. En ben je dan nog welkom en krijg je nog koffie. Tevreden met onze verslaggeving over de oorlog in Israël? Dat kost geld en jij kan helpen. Premium.geenstijl.nl. Dankjewel.